Ja. Fuchsia is een bloem. Ja, ik had er wel een klaar kunnen zetten. Eigenlijk wel. Wacht ik de volgende keer dan. Oké. Afgelopen weekend zei u die 6-0 had de ploeg nodig. Had de trainer ook nodig. Waar heeft u dat aan gemerkt de afgelopen week? Nou, het maakt niet uit of we het 6-0 winnen. Het gaat erom op wat voor manier we om. Nou, dat was ook nodig na die periode daarvoor. Dus hopelijk geeft dat weer een beetje vertrouwen, meer vertrouwen. Ja, want vertrouwen kunt u natuurlijk sowieso meenemen richting PSV. In hoeverre zegt de wedstrijd echt iets over hetgeen wat je mee kunt nemen naar PSV? Nou, dit zijn natuurlijk hele cruciale wedstrijden. We staan op de tweede plaats. En wil je daar nog eventueel aanspraak op maken, moet je een resultaat neerzetten. Dus dat is gewoon interessant wat we laten zien. We hebben het vorig jaar goed gedaan tegen PSV in beide wedstrijden. En de eerste wedstrijd hebben we het ook goed gedaan. Ondanks dat we met 3-1 wonnen, was PSV qua team wel de betere partij. Maar ze scoorden niet. Maar als we het hebben over bijvoorbeeld die wedstrijd tegen VVV, is het eigenlijk na afloop juist wel een beetje gegaan over de een beetje gelatenheid bij VVV. Snapt u dat? Nou, achteraf wel, want ze moesten natuurlijk die dinsdagavond moesten ze tegen Sparta spelen. Maar ze willen ze natuurlijk niet in laten maken met 6-0, dat wil niemand. Dus dat hebben ze zeker niet bewust gedaan. Maar dat zij misschien bepaalde spelers gespaard hebben voor die wedstrijd tegen Sparta, dat zou best kunnen. Ik hoor u elke week op de persconferentie en eigenlijk meer mediamomenten zeggen dat we pas aan het einde moeten kijken naar de stand. Is dat elke week zo? Of hoe minder wedstrijden er zijn, nou, stel we de vraag, proberen? Maar, zal ik het antwoord geven. Hoe realistisch vindt u het om naar die stand te kijken? En is die tweede plaats haalbaar? Daar wordt er iedere week aan gerefereerd, aan die stand. Is toch niet gek? Nee, dus daar geef ik de antwoord op. Dat pas de prijzen worden gedeeld op het einde. Niet nu, 9 wedstrijden voor het einde. Toch? Hoe is het met Bijlo? Dat is een leuke vraag. Met Bijlo gaat het goed, ja. Die heeft meegetraind de hele week. Dus we moeten even kijken wat we doen. Maar de verwachting is wel dat hij gaat spelen, dus? De verwachting is zeker dat hij waarschijnlijk bij de selectie zit, ja. Voorselectie van Jong Oranje is natuurlijk bekend. Wat vindt u ervan? Nou, wat dat betreft hebben we genoeg spelers vanuit de selectie die bij de vertegenwoordigende helft al spelen. Voorlopig zijn uitgenodigd. Geertruida, Malatia, Bijlo. Zelfs Senesi voor het nationale elftal van Argentinië. Al is dat alweer gecanceld, die wedstrijd. Maar hij was daar wel voor uitgenodigd. Nu dus voor 123. Bozenik, Slowakije. Ori, Turkije. Berghuis voor het nationale elftal. Dus qua nationale elftal ziet dat er op zich best wel aardig uit, vind ik. En als we het specifiek hebben over Jong Oranje, zijn op dat moment van het jeugd-EK natuurlijk geen wedstrijden, maar qua belasting betekent het zeker wat. Ja. Hoe gaan die gesprekken? Of in hoeverre mag u daar inspraak in hebben? Nou, ik vind nog steeds 3 wedstrijden. We hebben nu ook, in 7 weken, ik weet niet hoeveel wedstrijden gespeeld. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat nationale selecties in een week tijd of 10 dagen tijd 3 wedstrijden moeten spelen. Ook het A-team. En ik kan me heel goed voorstellen dat die ploegen die nog Europees bezig zijn, dat die daar wel problemen mee hebben. Want ja, die spelen nu door tot volgende week zondag. En dan gelijk moeten ze in 10 dagen tijd moeten ze 3 wedstrijden spelen met reizen. Ik vind dat wel erg zwaar. En als we het dan bijvoorbeeld hebben over Bijlo, die natuurlijk wel gevoelig is qua blessures. Ik kan me voorstellen dat u dat ook met hem bespreekt. Ja, dat wordt allemaal besproken. Maar we nemen geen enkele risico met hem. Als er nu in die goal staat, dan moet hij er tot het einde staan. Tot slot. PSV Feyenoord is natuurlijk het mooiste affiche, denk ik, van dit weekend. Toch is het in aanloop naar deze wedstrijd heel veel gegaan over Bas Nijhuis. Vindt u ervan? Wat moet ik ervan vinden? Dat het veel over Bas Nijhuis gaat. Nou, Bas Nijhuis is een van de topscheidsrechters in Nederland. Ik denk toch niet dat hij zich laat imponeren. Of wat dan ook. Die doet zijn wedstrijd. En die is niet geïmponeerd door Schmid en ook niet door advocaat. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Goede relatie met Nijhuis.
Ja, dat denk ik wel, ja. Dank u wel. Armand. Ja, Dick Bijlo ga je nog bekijken. Dus of die speelt, hoe zit het met de rest van de selectie qua fitheid? Alleen Bart, die is er niet bij. En nog eentje, Diemers, die heeft ook problemen met zijn hamstring, maar niet echt 6 weken. Die is 2 of 3 weken eruit. Deze week gebeurt. Ja. En Bart duurt wat langer, want dat kwam aardig aan. En voor de rest is iedereen fit. Dus dat is zo'n vrij stevige blessure bij Nieuwkoop. Bij Nieuwkoop kwam het vrij hard aan, ja. Dus die is wel 5, 6 weken eruit. Je had het even over die eerste wedstrijd tegen PSV. Als je terugkijkt op dat duel, vind je dan dat jullie, want je zei dat zij de betere ploeg waren, maar vind je het dan een onterechte overwinning geweest, die wedstrijd? Nee, want als je 3-1 wint, dan ben je de terechte winnaar. Dan hadden zij er meer moeten maken, maar we moeten niet nog zo'n wedstrijd spelen, want dan krijg je het wel heel erg moeilijk, lijkt me. Dat systeem dat zij spelen, hè, met, ja, het is een soort 4-2-2-2. Moet jij daar dan nog in de voorbereiding iets bijzonders mee doen? Je hebt je wel eens aangepast naar Vitesse bijvoorbeeld. Hoe kijk je dan naar PSV, die op deze manier voetballen? Nou, het is een moeilijk systeem. Dat is hetzelfde met 5-3-2, zeg maar, van Vitesse. Dat zijn moeilijke, vervelende systemen om tegen te voetballen. Die moet je toch op enige manier aanpassen, laat ik het zo zeggen. Dat ga je nu dus ook weer doen? Dat moet ik nog even bekijken, natuurlijk. Ja. Ik durf bijna niet over de stand te beginnen, Dick. Maar het is 9 punten, het verschil met... het is 8 punten met PSV. Zie jij het een beetje als een soort ultieme kans om toch nog richting die tweede plek misschien stiekem te kijken? Dat is de enige kans als je wint. En anders is dat voorbij. Ja. Hou je er nog serieus rekening mee dat het kan? Of is het te ver weg eigenlijk al, dat gat? Als je wint, dan worden die andere ploegen ook nerveus. En dit wordt een moeilijke wedstrijd, maar wel een hele interessante wedstrijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe het elftal daar tegenover staat. Het is normaal PSV een ploeg die ons wel ligt. Dat hebben we de laatste 2 jaar ook bewezen. En waarom niet zonder? Nou, als het dan terug met 3 punten minder is voor hun, ja, dan wordt het toch wat. Komt iedereen een beetje dichterbij. Heb jij daar een idee van waarom het zo is dat Feyenoord vaak goed presteert tegen PSV? Niet alleen onder jou, maar in het recente verleden eigenlijk heel vaak. Ja, dat heb ik ook al een keer uitgelegd. Bepaalde ploegen liggen je beter. Komt dat door de speelstijl? Speelstijl, stadion. Is heel moeilijk uit te leggen. Maar ik heb dat zelf ook ervaren als voetballer. Dat op bepaalde stadions, dan ben je meer gemotiveerd. Of wat dan ook. Ja, en ik denk dat iedereen dat wel heeft. Was het in jouw tijd als coach van PSV eigenlijk ook wel zo? Dat Feyenoord een vervelende tegenstander was? Nee, dacht ik niet. Ik dacht dat wij goede uitslagen hadden. Bij PSV thuis. Uit geloof ik minder. Hier minder. Maar we hadden weer minder moeite met Ajax. Met PSV. Kan ik me herinneren. Maar Feyenoord hier was altijd moeilijk. Dankjewel. Anders Dennis. Dick, heb jij wel eens met een scheidsrechter... al dan niet publiekelijk zo in de clinch gelegen zoals dat in Eindhoven het geval is? Nou, zover durf ik niet te gaan. Vind je het opmerkelijk dat juist voor deze wedstrijd een topper, dat met alles wat hier gespeeld heeft, wat best opmerkelijk en er zijn unieke dingen gezegd, dat hij dan toch ook... Vreemd. Ik vind het heel vreemd, maar ik ben er helemaal niet bang voor, omdat ik weet hoe... Nijhuis is, die laat zijn eigen daar niet door intimideren. Maar ik vind het wel een vreemde situatie dat hij juist voor zo'n wedstrijd, een topwedstrijd, dat hij daarvoor gekozen wordt. Lijkt mij. Je kan ook zeggen, we doen PSV Fortuna of wie dan ook. Ja. Het scheelt wel dat de coach van de tegenpartij heeft gezegd, die wil überhaupt niet met hem praten. Dus dat opent de deur voor jou, toch? Nou, dan praat ik wel. Ja, toch? Dick, serieus, jullie hebben... 5 uitwedstrijden op rij niet gewonnen. Is dat een thema? Is het iets waar je iets mee kan? Of juist bewust niet? Heb ik ook gezegd. Kijk, Twente uit, Groningen uit.
Ja, dat zijn ploegen waar je niet zomaar overheen loopt op dit moment. En dat deden we ook vorig jaar niet, toen we zoveel wedstrijden niet verloren, zeg ik er maar bij. Maar dit uitwedstrijden zijn sowieso moeilijk. En, maar ik heb nog steeds het idee dat dat elftal ontzettend graag wil. Ontzettend graag wil winnen, dat zie ik ook op de training. Daar wordt nog steeds fanatiek getraind en dat geeft gewoon een goed gevoel. Maar ja, je hebt te maken met tegenstanders die best wel kwaliteit hebben. Dus dan zeg ik altijd, laat maar zien dat wij meer kwaliteit hebben. Ja. Maar je kan ook denken, dat is de enige manier. Dit is natuurlijk ook een wedstrijd waar je niet zomaar overheen loopt, verre van dat. Nee, zeker niet. Dat je misschien ook met een list moet komen, dat je iets anders moet doen dan in die andere uitwedstrijden. Is toch een gedachtegang? Nou, ik zeg altijd, je moet niet te veel rommelen met je elftal. Ook internationaal, als je al die wedstrijden ziet, van welke ploeg dan ook, of het dan Barcelona is, die nou een iets ander systeem speelt. Maar al die andere ploegen, die spelen gewoon altijd hetzelfde. Die gaan nooit voor één speciale wedstrijd dat hele systeem omgooien. Tenminste, en ik kijk toch eigenlijk veel, ik zie hetzelfde. Wat vind je eigenlijk van PSV in zijn algemeen dit seizoen? PSV is een ploeg met heel veel, heeft een selectie met heel veel kwaliteit. En dat gaat op een gegeven moment een keer uitbetalen. Daar zit zoveel individuele kwaliteit ook. Ja, plus een vervelend systeem. Dus als dat echt gaat lopen, nog niet zozeer wat hij zelf gezegd heeft. Maar er zit veel kwaliteit en hij weet best wel wat hij wil, die trainer. Dus dat gaat toch een keer uitkomen. Ja, dat moet ondertussen toch? We zijn bijna klaar. Nee, we hebben nog 9 wedstrijden. Ja. Dat schiet... Ja, voor het kampioenschap bedoel je? Ja, nee, überhaupt. De 8 wedstrijdjes nog. 9? 9 toch? Ja, na de komende. Ja, dat zijn er 9. Sorry. Dat klopt, nee, mijn fout. Eén ding nog over Bijlo, want ik proef nog wat ruimte. Heb je nou het vertrouwen, het gevoel van als ik hem opstel, dan blijft hij daarna ook heel? Of is dat moment er nog niet? Nou, we moeten hem niet... Kijk, hij weet natuurlijk zelf dat AZ geen geweldige wedstrijd was. Dus we moeten goed uitkijken dat wanneer die komt, dat hij er echt klaar voor is. Nou, dat moeten we met hem bespreken. Maar klopt dat? Ik proef wat twijfel in je antwoord nu. Of het zondag... Dan voel je dat goed. Okay. Duidelijk. Dankjewel. Anderen nog? Nikos? Ja, Dick, over topwedstrijden gesproken. Je speelde Ajax uit goed, die heb je verloren. Je speelde Vitesse uit een groot gedeelte goed, die heb je ook verloren. Over AZ was je het eerste uur tevreden, die heb je ook verloren. Kan jij een vinger erop leggen waarom je, als je goed speelt in topwedstrijden, die wedstrijden toch verliest? Ja, dat vind ik zo moeilijk. Om dat hier te zeggen, laat ik het zo zeggen. Ja? Ja, ik vind dat meer dat... kijk, het elftal, de groep heeft bewezen dat ze op resultaat kunnen spelen. Laat ik het dan zo zeggen. Maar op een gegeven moment moet je ook vanuit het resultaat wedstrijden gaan winnen. Nou, dat ging tot aan december vrij goed. En dan winnen we nog de laatste wedstrijd thuis. En dan beginnen we. En dan beginnen we goed. En dan krijg je een reeks van 4 wedstrijden waarin eigenlijk alles... Waarin je eigenlijk alles weggooit wat je daarvoor hebt opgebouwd. Met die nederlagen tegen, vooral Heerenveen, de hakte erin. Ja. En dan zeg ik nog steeds dat die tweede wedstrijd dat nooit had mogen gebeuren. En dan moet je ook afvragen, waarom gebeurt het dan wel? Nou, daar heb ik wel mijn ideeën over, maar dat hou ik graag voor mezelf. En in PSV bij uitstek hier heb je natuurlijk zijspel laten maken. En... Nou ja, dat zal zondag ook gebeuren. Ja, dus dit zou best een kopie kunnen zijn... Qua uitvoering? Nou, we moeten in ieder geval niet zo ver terugzakken dan in de thuiswedstrijd. Dat pakte allemaal. We hadden 4-5 uitvallen. En we maken 3 schitterende goals. Ja. Dus je krijgt altijd kansen. Je moet ervan uitgaan als je goed... Dat zeg ik trouwens altijd. Zo wordt Atletico Madrid ook kampioen. Maar wij spelen nog vele malen verder van de goal. Ondanks dat iedereen daar het maar over heeft... Hoe ver je van de goal afspeelt. Wij krijgen kansen. Maar je moet zorgen dat je weinig mogelijkheden weggeeft. Dat is bepalend zondag. En heb je daarop gehamerd? Want ik interviewde Kokshu deze week. En die zei eigenlijk letterlijk van ja, we hebben thuis laten zien. Als je een goede, strakke organisatie hebt, kan je tegen PSV resultaat halen.
Ben je daar heel de week mee bezig geweest? Is die organisatie heilig straks? Organisatie is altijd in mijn ogen heilig. Dat is de basis waarop je speelt. En dan komen de individuele kwaliteiten van de spelers. Dus organisatie is altijd bepalend. Niet alleen bij Feyenoord, bij iedere ploeg. Tenminste, als je dat aan trainers vraagt, zullen ze hetzelfde zeggen als ik. Oké. Okay. Dankjewel. Iemand nog? Martijn. En dan Marcel. Ja, Linssen zat net hier. Voor zo'n. Gezellig. Ja, was zeker gezellig. Kun je nou eens uitleggen, want hij is natuurlijk gewoon hij is gekomen als buitenspeler en houdt drie spitsen op de bank. Wat onderscheidt hem? Hij is linker spits. Ja, wat onderscheidt hem nou als je kijkt naar wat die positie nodig hebt? Nou, hij onderscheidt onderdelen van voetbal. Waarin onderscheidt hij zich dan van de echte spitsen? Zijn werklust en door te scoren. Dat is het gewoon heel simpel. Ja, spits moet scoren. En die moet ijverig zijn. En hij is het alle twee. Hij heeft het alle twee. In vergelijking met. Mm-hmm. Dus dat is daarom gewoon speelt hij. Maar nee, hij was niet linksbuiten, hij was linkerspits. En hij heeft natuurlijk ook bij Vitesse met Matas ook veelvuldig in een tweespitsensysteem gespeeld. Hè? Maar nu staat hij daar alleen. Dus dat is wel iets anders. En wanneer ben je er eigenlijk achter gekomen? Of wist je dat van tevoren dat dit zou kunnen toen hij kwam? Was het ook een van de redenen dat hij mijn idee was, ik wist natuurlijk dat Sinisterre dat... We hebben natuurlijk vanaf het begin continu problemen gehad met spelers die niet helemaal fit waren, et cetera, et cetera. Maar daar hoef ik niet weer over te beginnen. En mijn idee was, zolang Sinisterre nog niet fit was, hij is een speler die niet echt linksbuiten speelt. Dus, en ik hou van spelers die naar binnen komen en voor de goal komen. Nou, ik dacht dat hij dat wat makkelijker zou oppakken, maar dat lukte niet helemaal. Pas toen ik hem in het midden ging zetten, echt als spits, ging dat wel lopen. Oké. Okay. Graag gedaan. Marcel. Nou, dat is leuk, Marcel. Nou, mooi. Leuk. Dan zijn we klaar, denk ik. Oké. Okay.